Het zou een succesvol mode-evenement moeten zijn. Het zou Arnhem op de kaart moeten zetten als modestad. Maar de afgelopen editie bleken dat niet gerealiseerde dromen. Het evenement Arnhem Mode Biennaal was ondermaats georganiseerd. Zo blijkt uit onderzoek van de gemeente en de provincie. Slechts 16.267 betalende bezoekers, dat is de helft van het voorgaande jaar, zorgen voor een flink tekort van €840.000. Nou, €840.000 te weinig. Ik had zelf een rekensommetje gemaakt. We zaten net al even over. 16.000 betalende bezoekers, ongeveer een tientje. Dat betekent dat we ongeveer 85.000 bezoekers extra nodig hebben. Ja, zo moet je die som volgens mij niet maken. Het bedrag waar je op doelt, dat is het bedrag wat in het rapport van Arcades wordt genoemd. En wat ze bij Arcades eigenlijk gedaan hebben in dat onderzoek, is alle inkomsten meegerekend. Dus ook de bijdrage vanuit de cultuurfondsen bijvoorbeeld. En vervolgens aannames gedaan wat het de stad oplevert. Ik vind het een interessante exercitie. Ik vind ook dat we bij de komende edities daarmee verder moeten gaan. Want natuurlijk moet je uiteindelijk ook een beeld hebben van wat kost het en wat levert het op. Maar de benadering die ze nu gemaakt hebben, die laat ik echt voor hun rekening. Nou, dat is natuurlijk de brandende vraag van hoe realiseer je meer bezoekers? Want dat is toch wel nodig. Het is gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Ja, als je kijkt naar eerdere edities, is dat beter gelukt, hè? Dus het kan wel, dat is duidelijk. Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport van BMC is dat er potentie is, dat er veel meer bezoekers kunnen komen. En de opdracht aan het nieuwe bestuur en de nieuwe organisatie is dan ook om een plan te maken hoe je die potentie, hoe je die straks ook kan realiseren. Want als je dat wil gaan realiseren, dat zal meer investering kosten ook in publiciteit en in publicaties en dergelijke. Dat moet je natuurlijk weer meerekenen als kosten dan. Ja, maar het gaat natuurlijk om een totale business case, hè, zoals we dat tegenwoordig noemen, een projectplan met een begroting. En daar zijn dit twee posten in, maar er zitten natuurlijk veel meer posten in. En daar zal je dus een goede afweging moeten maken van waar investeer je in? Waar ga je kosten maken om te zorgen dat je meer opbrengsten krijgt? Dat is de bedoeling, dat is logica. Wat kost nou zo'n onderzoek wat nu gedaan is? Want dat moet ook weer meegerekend worden in de kosten natuurlijk. Ja, ik weet dat eerlijk gezegd niet precies. Wij hebben die opdracht samen met de provincie verstrekt. En ik dacht dat de kosten rond de €20.000 lagen. 10.000 voor de gemeente, 10.000 voor de provincie. Die komen erbij. Waarom is zo'n onderzoek verricht? Want normaal gesproken doe je dat als er iets niet goed gaat, hè? Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Het is een heel belangrijk evenement. Zowel qua uitstraling als qua potentie. Het versterkt het profiel van Arnhem als modestad. En ik vind heel verstandig dat als je zo'n groot evenement tweejaarlijks houdt, om na afloop een grondige evaluatie te maken. En dan kan je zeggen, ja, dat kan je zelf toch ook doen. Maar we kennen die uitdrukking allemaal. Vreemde ogen, die zien toch andere dingen dan wij zelf. Dus ik vind het verstandig dat wij een externe partij, dus ook niet de modebiennale zelf, maar een externe partij vragen om een evaluatie te maken. Dit is een redelijk compact onderzoek geweest. Objectief onderzoek. Waar vervolgens gelukkig heel veel dingen uitkomen die wij zelf al hadden verwacht. Maar het is goed dat je dat ook nog eens een keer uit objectieve bron hoort. Een soort bevestiging van dan natuurlijk. Wat gaat er nou veranderen bij de komende Arnhem Mode Biennaal? Want het gaat gewoon door, hè? Wat ons betreft, wat het college betreft, gaat het gewoon door. We komen daar in de gemeenteraad natuurlijk nog over te spreken. Maar ik heb er veel vertrouwen in. Zeker omdat uit het onderzoek ook blijkt dat er erg veel steun in de stad is. Dat de raad dat zal blijven ondersteunen. En de organisatie, de toekomstige organisatie, krijgt dus de opdracht om eigenlijk die dubbele doelstelling, dat komt in dat rapport ook heel duidelijk tot uitdrukking, enerzijds een kwalitatief zeer hoogstaand evenement waar niet alleen nationaal, maar internationaal waardering voor wordt uitgesproken, en ook een populair publieksevenement. Dat zijn twee, ja, toch een beetje tegenstrijdige doelstellingen. En de belangrijkste opdracht voor de toekomstige organisatie is om daar een concept voor te ontwikkelen waarbij je die beide doelstellingen kan realiseren. Door relatief te veel ambities, tegenvallende bezoekcijfers, tegenvallers in de productiekosten en onvoldoende reserves zit de Arnhem Mode Biennaal aan de rand van de afgrond. De zoektocht naar bezoekers is dus begonnen.